Ik ben Josien, ik ben 13 jaar, ik boks 3 jaar, heb 10 wedstrijden gebokst en boks nu wedstrijden 1,5 jaar. Ik ben Dylan de Vree, ik ben 15 jaar. Ik boks al 5, 6 jaar. Wij gaan aanstaande zondag boksen tegen de Ieren. Ik ben al 2 keer in Ierland geweest om daar te boksen en het is leuk, wel heel leuk dat ze naar Rotterdam komen. Ik vind het heel leuk dat ik mee mag doen aan de allereerste jeugd Interland, omdat dat de eerste is en in je eigen stad is. Ik kijk naar mijn wedstrijd, kijk ik wel het meeste uit natuurlijk om gewoon te beginnen. Ik kijk heel erg uit naar vandaag, want ja, we hebben er zo lang voor gewerkt. En het is het eerste jeugdinterland in Nederland en dan in Rotterdam. Dus ja, nu moet het eindelijk gewoon gaan gebeuren. Ik denk dat het geweldig is dat de jeugd de kans krijgt, een podium krijgt om zich te ontwikkelen, om ervaring op te doen op het internationaal podium. Want Ierland komt en ik kijk er naar uit met heel veel boksliefhebbers. Ik denk dat het voor hun sowieso een eer is dat ze voor Nederland uit mogen komen. En voor het eigen publiek in Rotterdam. In Nederland wordt natuurlijk niet heel veel georganiseerd. Het is eigenlijk de toekomst, de future. Het zijn een van de weinige evenementen waar echt geïnvesteerd wordt om de jeugd een mooi boksprogramma neer te laten zetten. Dus ja, een mooie gelegenheid. Ja, ik was natuurlijk super blij en het gevoel was eigenlijk niet te beschrijven hoe blij ik was. Ja, hier heb ik voor gewerkt. Ja, de laatste 10 seconden van de derde ronde zijn dan wel toch wel pittigst, maar ja, wel het leukste. Toen ik hoorde dat ik gewonnen had, toen voelde ik me alleen maar trots eigenlijk. Toen was ik alles vergeten. Ik vond het super tof om hier te boksen, omdat het eigen stad is en gewoon toch nog winnen in je eigen stad.